1 minuut voor een kunstwerk. We staan hier voor het werk Untitled Past, Present and Future van de Amerikaanse kunstenaar Barbara Kruger. Kruger is een conceptuele kunstenaar uit Amerika, geboren in 1945. En zij werd bekend in de jaren 80, ten tijde van de nieuwste ontwikkeling in de feministische kunst. En zij wordt dan bekend met haar tekstgebaseerde kunstwerken. En ze probeert eigenlijk te ontdekken welke ideologieën er nou ten grondslag liggen aan de taal, maar ook het beeld dat massamedia produceren. Ze heeft dit werk geïnstalleerd in een tussenruimte in het museum. En wat ik zo tof vind, is dat ze eigenlijk als vrouw hier deze plek inneemt. En ze dwingt je om door het werk terug naar die collectiepresentaties te gaan, die toch voor een groot deel nog worden gedomineerd door witte mannelijke kunstenaars. Wat ik zo leuk vind, is dat bezoekers dol zijn op dit werk. En dat zie je onder andere op Instagram. En je mag hier vrij associëren, woorden combineren, nadenken over wat het voor jou betekent.